De vraag van Christian is: hoe blij ben jij met dit punt? Nou, ik zou eerst zeggen, mijn antwoorden zijn heel lang. Maar de vragen van Christian zijn heel heel lang. Ik heb <laughs> nog, nog zo'n lange vragen, heeft. het is echt mooi. <laughs> ja. Ja, uh, ja, natuurlijk ben ik uh, hartstikke blij, maar goed, als ik moet eerlijk zijn, waren drie punten vandaag uh, gewoon 100% voor ons. Dus je baalt eigenlijk. Kijk, vooraf denk je, nou, wie uit, dat is gewoon een zware wedstrijd. Hier heeft iedereen moeilijk. Ze hebben uh, gewoon hele jaren uh, bijna alles uh, uitstekend gespeeld na een paar wedstrijden na, Maar uh, ik vond ons vandaag gewoon uh, drie, vierhonderd procent kansen creëren. In 2-3 uh, minuten of vijf minuten, de eerste vijf minuten moeten we doelpunt maken. Hebben we bijna niks weggegeven. Voelen we wel druk steeds, omdat zij gaan gewoon, uh, is gewoon lastig een lastige systeem om tegen te spelen. En plus nog twee spitsen. En toen op Penda kwam nog erin. Volgens mij uh, wa waren alle aanvallers erin <laughs> uh, in 2-Delft. Ik vond dus ons echt, uh, echt goed spelen. En het is ontzettend jammer dat je voorin gewoon met zoveel mogelijkheden. Zoveel mogelijkheden om de laatste pas terug te trekken. En gewoon erin inschieten. En daar praat ik niet over lege doel. Van uh, kans van Leroy. Uh, van Tjenuneli kans. Van uh, Mats. Cola, laatste minuut. is 100%. Ja, ik, ik vond ons gewoon vandaag. Uh, ja, ik ben blij met het punt, maar er uh, was wel uh, meer ingezeten. Ja, dat is, het, ja, dat is het min de mindere kant van het verhaal. Het positieve is wel dat door dit punt sta je voor het eerst even buiten de degradatiezone. Wat doet dat met een, met een groep en uh, met jou? Ja goed, uh, ik denk dat wij het zwaarste programma van allemaal hebben. Uh, dan, als je, als je zo'n programma. Ik, ik kijk ook jullie programma. En iedereen zegt ook gisteren en, en gisteren, Ja, Willem 2 gaat naar, naar Vitesse. Nou, dus, uh, dan gaat Vitesse zes punten uitlopen op, op Feyenoord. En dan gaat Sven. Ja, goed. Uh, ik, ik vind. Uh, wij moeten wedstrijd per wedstrijd kijken. Ik, ik denk dat de uh, laatste twee wedstrijden worden uh, wordt beslist. Uh, maar dit is toch goed voor het moraal? Nee, maar de, niet alleen maar dit. Ik vind uh, als jij ons volgt. Dan is de bijna de laatste 5-6 wedstrijd. Dan zeggen ze iedere keer, dit is goed voor moraal. Dus uh, wij hebben wel een beetje voor elkaar. Uh, ploeg werkt wel hard. Iedereen loopt mee en uh, wij zitten in de gradatiezone. Dus als we 100% was niet voldoende, Dus dan moet je iets meer geven. Dan geven we iedere wedstrijd. Soms word je beloond met drie punten. En uh, vandaag uh, word je niet beloond met drie punten, maar ik ben heel trots dat we hier uh, punten hebben gepakt. Dankjewel. Graag gedaan.